daar is hij dan, de video waar jullie allemaal zo super lang op hebben gewacht. Namelijk de uitslag van de winactie. En nu gaan we door met de antwoorden. Ik ga eerst overal antwoord op geven, zodat degenen die ook meegedaan hebben, zeg maar niet echt gereageerd hebben, ook weten of ze het goed of fout hebben gedaan. En daarna ga ik dus uitrekenen wie er uiteindelijk gewonnen heeft en wie wat wint. Dus... En wie niet, want ja, dat is helaas ook mogelijk. Ik heb maar 3 prijzen, maar toch zijn het wel 3 mensen die ik heel erg blij gaan maken, hoop ik. Oké, de antwoorden. Vraag 1. Hoe heette de katten uit mijn vlogs? Was dat A, Bibi en Nina? B, Bibi en Sigai? C, Nina en Sigai? Of D, Knuffel en Snuitje? Nou, dat was voor mij echt zo'n vraag. Als jullie deze vraag weten, dan kijken jullie mijn vlogs. Want iedereen had dit goed, dat was namelijk... B, Bibi en Sigai. Dus applaus voor jullie, want jullie waren heel erg goed in deze vraag. Vraag 2. Vraag 2 was volgens mij heel erg moeilijk, want niemand, echt niemand heeft deze vraag goed beantwoord. Dat is namelijk niet Break Free van Ariana Grande. Dat is niet Sorry van Justin Bieber, wat jullie bijna allemaal dachten. Dat is ook niet Ain't No Other Man van Christina Aguilera. Maar dat is... namelijk Survivor van Destiny's Child. Dat is echt mijn lijflied. Gewoon puur omdat ik echt een vechter ben, een survivor. En dat ik dat wil uitstralen en ook wil zijn. En dat is daarom ook mijn favoriete nummer. Dus ja, niemand had hem goed. Echt niemand. Dus zo goed ken je me dan ook weer niet. Maar ik vond het wel grappig dat iedereen zei Sorry van Justin Bieber. Omdat ik dat namelijk in 1 video inderdaad zei dat ik het een heel leuk nummer vond. Maar dat is niet mijn lievelingsliedje. Dan vraag 3. Wanneer ben ik jarig? Nou... 21 januari was ook totaal niet moeilijk. Dan was 4. Wat is de meest bekeken video van Sharkademy? Nou, dat is op dit moment nog steeds de video over wat of abonneren gratis is. Sommigen hadden namelijk die vraag, die video geantwoord en die van de theorie-examen video. Maar de theorie-examen video ligt nek aan nek. Ik zal zo meteen nog even checken of dat het nog steeds hetzelfde is als een paar minuten geleden. Maar in principe is abonneren kost geld of is het dan gratis de meest bekeken video voor Sharkademy. En degene die dus ook straks het aantal goed heeft, zo dicht mogelijk, die zal natuurlijk ook de vraag het beste goed hebben. De volgende vraag was, wie was mijn grote voorbeeld? Vond ik heel erg een instinker, want dat zijn namelijk gewoon mijn moeder en mijn oma. Dat zijn echt mijn voorbeelden, omdat ze voor mij gewoon een hele grote betekenis hebben. En Lady Gaga vind ik ook heel tof. Dat is absoluut ook gewoon een idool. Dat was toen ik een jaar of 14 was of zo, was Lady Gaga helemaal waaah. En ik vond het gewoon heel cool dat zij gewoon overal schijt en had. Gewoon het vleesjurk aantrekt, gewoon dat. Dat vind ik gewoon heerlijk. En Nicki Storrs en Pascal Tesser, dat zijn zeker voor mij ook idolen. Mijn mama en oma zijn net even iets specialer voor mij. Maar die twee zou ik inderdaad heel erg graag ooit een keer iets mee willen samenwerken of wat dan ook. Want ze zijn voor mij wel heel erg wauw. En die heb ik niet. Die heeft toch iedereen? Ik bedoel eerlijk. Dan was de vraag erna. In welke landen ben ik al geweest tijdens mijn Sharkademy carrière? Dat vonden jullie volgens mij een erg moeilijke vraag. Want zoals je weet heb ik afgelopen zomer nog gevlogd in Griekenland. En... niet veel mensen hadden dat goed. Dus ja, dat ligt gewoon even aan wie wat geantwoord heeft. Dus ik zal hier denk ik nog wel even neerzetten welke landen het in totaal allemaal zijn. Dat weet ik nu ook niet uit mijn hoofd. Maar ik weet in ieder geval dat dat Londen is, Griekenland is. Maar in ieder geval, die zijn sowieso wat ik nu opnoem. Dat weet ik namelijk nog, dat is nog kort geleden. Als je die sowieso hebt, dan heb je hem al goed. Maar er waren ook een paar, die zijn gewoon België, Duitsland, Frankrijk. Ja, kijk, dat is natuurlijk heel slim. Maar daar ben ik allemaal niet geweest. Oberhaus trouwens wel, dat wel. Maar Frankrijk en België niet. Even kijken, wat is mijn favoriete make-up merk? Dat waren dus meerdere antwoorden mogelijk. En dat zijn A, MAC en C, Urban Decay. En Urban Decay eigenlijk nog een beetje meer dan MAC, maar dat zijn wel echt mijn twee faves. Dan, wat betekent Sharkademy? Dat vonden jullie volgens mij ook echt mega easy. Dat is namelijk gewoon Sharp, Charmaine. En Academy, ik leer mensen graag dingen. Dus ja, school, Academy, leren. Daar staat Sharkademy voor. Dus mocht je het nog niet weten, welkom op Sharkademy. Dan, welke kleur heb ik in mijn haar nog nooit gehad? Dat hebben jullie allemaal fout. Ik zal eens even kijken of ik de foto's nog kan opzoeken. Zal ik ze even hier posten. Ik heb namelijk ooit een keer roze haar gehad. Het was natuurlijk niet zo knalroze. Want ik heb er natuurlijk niet bij geschreven lichtroze, donkerroze. Expres niet gedaan.
Maar toen ik mijn haar rood heb gehad, heb ik een keer roze spoeling gehad. Toen was het echt gewoon van dat cherry red, weet je wel. Nou, dat voel ik heel vet. Maar dat was heel snel weer weg. Dus ja, ik heb mijn haar roze gehad. Rood, ja, dat ook. Dat is absoluut makkelijk terug te vinden. Zelfs op mijn Facebook staan nog foto's. En ook paars. Want toen ik bruin haar had, werd het op een gegeven moment een beetje een koele bruin. En met een paarse gloed. Dus ja, ook paars. Ik zal even kijken of dat ik die foto nog ergens kan vinden. Maar dus niet grijs. Want als je nu ook naar mijn haar kijkt, het is zeker assig. Maar nog steeds niet Granny Gray. Dus grijs, dat was het goede antwoord. En bijna iedereen had dat fout. Dus dat was wel heel erg grappig. En laatste vraag, wat is de doelgroep voor Shark Academy? Die zal ik even hier gewoon beantwoorden. Want die verschilt dan ook per dag. Maar over het algemeen is dat wel tussen de 16 en de 24 jaar. Dus 16 en 20 is in dit geval denk ik het goede antwoord. Maar dat durf ik dus niet zeker te zeggen. Dat moet ik echt gewoon op internet even checken. Maar dan zal ik het daarin beantwoorden. Oké, dus dat zijn alle antwoorden. Ik hoop in ieder geval dat jullie allemaal wel heel erg veel plezier hebben gehad aan deze quiz. Want ik vond het ook gewoon leuk om het te maken en om het te doen. Ben ik toch een beetje de presentatrice die ik altijd willen zijn. Oké, dan hebben we dus 3 cadeautjes. En dan kom ik zo terug om te kijken wie de winnaars zijn. Zo, nou, na lang nadenken en zoeken en uitrekenen heb ik hier dus de uitslag. Ik denk dat jullie niet eens kunnen lezen. Er zijn er dus een paar die eigenlijk het meest en het hoogst gescoord hebben. En die winnen natuurlijk de prijzen. Degene die de meeste vragen goed had, die winnen natuurlijk de prijzen. Ik heb er ook een paar door de random gehaald. Want ja, weet je, als iedereen dezelfde vragen goed heeft, dan is het gewoon niet eerlijk als ik er lukraak eentje uitpik. Dus dan doe ik het liefst gewoon met een random zoekmachine. Dus dat heb ik gedaan. En er zijn 3 namen uitgekomen. En ik begin allereerst met de 3e prijs. Het is dus eigenlijk een troostprijsje voor degene die mij wel heel goed kent, maar niet alles goed had. En die is voor Bo Lewis. Mijn vriendin Bo deed toevallig ook mee. En Bo, jij hebt deze set gewonnen. En misschien dat het een beetje een troostprijsje is, maar ik weet zeker dat ik jou hier erg blij mee ga maken. Want jij kan voor je leven lang in bad. En aangezien je net een nieuwe badkamer hebt, kan je hier wel even mee genieten. Dus ja, de 3e prijs is voor Bo. De 2e prijs, deze super toffe set van Essence, die is voor Lisa Scheurders. En deze is dus voor jou, Lisa. Jij kan lekker aan de slag met Essence, want er zitten hele leuke goodies in. Dus ik hoop dat ik jou hier heel erg blij mee ga maken. En het wordt zo snel mogelijk naar je opgestuurd. En dan natuurlijk even tromgeroffel. De eerste prijs. Eerste prijs, dat waren er 2. Het zijn wel 2 dingen, maar het is 1 prijs. Dat zijn natuurlijk, ik haal hem gewoon even in het zakje, de MAC producten. En de MAC producten zijn voor Mandy van der Wal. Mandy, jij wint deze super mooie MAC producten. Dus dat was de winactie. De uitslag is bekend. De prijzen zijn uitgereikt. En ik zou zeggen op naar een nieuwe winactie. Ik ga nog even bedenken wat. Laat me vooral weten in reacties wat jij heel graag zou willen winnen. Want dan kan ik dat voor jullie regelen. Ik wil iedereen heel erg bedanken voor het meedoen. Ik had uiteraard maar 3 prijzen, dus er kunnen maar 3 winnaars zijn. Sorry voor degene die het heel graag wilde winnen. Maar zo werkt het nou eenmaal. Ik hoop dat jullie wel heel erg graag nog meedoen met de volgende keer als ik een winactie doe. En dat ik jullie niet al te verdrietig heb gemaakt. Want ja, ik vind het zelf altijd wel een beetje vervelend. Maar ik heb maar 3 prijzen en dat vond ik eigenlijk al best wel veel. En dan wil ik jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik heb heel erg veel plezier gehad in het maken van de video van de winactie quiz. En ik zou eigenlijk dit concept volgende keer weer wel willen doen. Dus als jullie me nou even laten weten wat jullie nou heel erg graag zouden willen winnen, dan ga ik dat voor jullie regelen. Dus dan wil ik jullie weer heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Doe ik even je duimpje omhoog als je het een hele leuke winactie vond. En dan zie ik jullie heel erg graag volgende week woensdag weer. Tot woensdag! Doei!